Kijk naar een gloednieuwe video van mij. Ik ben met Samira en ik ben met Shayna. En we komen net terug van een paar stranden. Want we hebben superleuk shotjes gemaakt voor een heel leuk filmpje. Ik ga niet heel veel zeggen erover. Maar het wordt heel cool. Samira komt van het eiland, dat weten jullie al. Dat heb ik vorige keer verteld bij de wedstrijd. En we zijn nu terug naar Blue Bay, het resort waar we zitten. Samira had ons driver, want Shayna en ik raken hier echt snel de weg kwijt. En we gaan zo meteen een elftal foto maken. Althans, ik ga er niet op, maar we moeten hondjes ophalen met Samira. Omdat de jongens van het elftal op de foto gaan. Omdat ze geld hebben gedoneerd. Superleuk en supergoed. En voor de rest wordt het een stranddagje. Dus ik zou zeggen, op naar Blue Bay. Oké, okay, doei. Later. Even een patatje eten, want ik had trek. Neem maar afternoon drive! Afternoon drive, come on! Sorry, baby. Hey! Komt goed, komt goed. Net even al deze puppies opgehaald bij Samira, want ze gaan op de foto met het team. Maar ze houden echt niet van in een kooi zitten. Hier hebben we er nog één. En Shayna heeft ook een hele schattige. Super lief. Deze zijn echt te lief. Hey, hey joh, mag ik jullie vloggen? Nino, ja. We hadden alleen deze, maar die is ook heel lekker. Ja, lekker. Arizona. Hey! Deze moet ik bijna heel bang. Hé, oh. Misschien kunnen we de spelen. Ja, maar ik denk. Ik heb precies zo een. Vandaag zijn we bij elkaar gekomen en dat, daar zijn we ontzettend trots op dat, dat het Nationaal Elftal ook ons rescue werkers wil steunen. Zoals jullie weten zijn er ontzettend veel honden en katten op Curaçao. Heel veel zwerfhonden, heel veel straathonden. Sommigen hebben een eigenaar, sommigen niet. Veel zien er slecht uit. Nou, we weten allemaal dat Rosanna en Patrick al ontzettend veel hebben gedaan voor de honden en katten op dit eiland. Wij blijven hier wonen, dus we zijn daar best wel behoorlijk druk mee. Ongeveer anderhalf jaar geleden zijn wij een platform begonnen, het platform Dierenwelzijn Curaçao. Daar zitten de verschillende stichtingen in verenigd. Want er waren best wel heel veel stichtingen en niemand wist precies van waar moet je zijn. Dus we zijn dat platform begonnen. We hebben handtekeningen ingezameld van de Curaçaose bevolking. En die zeiden eigenlijk allemaal hetzelfde. Wij zijn tegen dierenleed en we willen dat er iets verandert. Dat hebben we aangeboden aan het Openbaar Ministerie, die handtekeningen. En zij vonden dus, de bevolking zegt nu ook, dit moet stoppen, we gaan er iets mee doen. Dus zij zijn een werkgroep begonnen, de werkgroep SANA, Stop Abuso di Animal. Nou ja, dat zegt dus genoeg. En vooral de heer Aniceta van de politie is daar ontzettend druk mee. Samen met de nieuwe klachteninspecteur, en daar zijn we ook ontzettend blij mee, en dat is de heer Pisas. Dus bij deze wil ik hem aan u voorstellen. Dat maken we dagelijks mee, maar nu willen wij dat iedereen ziet, ja, niet alleen maar wij, dus die deze dierenleed en narigheid meemaken, maar ook jullie, ja, die meedoen om een verandering te brengen in deze. Hartelijk bedankt. Bedankt voor deze gelegenheid. En ik hoop dat het snel gaat veranderen hier op het eiland wat betreft dieren en dierenzaken. Bedankt. Dan gaan we de bek. Zullen jullie nog even zo met elkaar liggen? Kijk, Goofy chillen. Goofy chillt hem. Goofy! Ja. Kijk eens wat ik op Shayna de rug heb geplakt. Een plaktattoo. Oh ja, ook op de schouder.
Shayna is de golfkar aan het... Nou, ik heb het gedaan! Want ik op de auto. Ja, en dan... Ja, rem. Juist hem. Pata. Kijk eens jongens wie hier is. Dit is Boots. En, misschien leuk om te zeggen, Boots is mijn nieuwe huisdier. Want gaat met ons mee. Dus wat betekent dat? Dat ik een kat erbij heb. Hé Boots? Ik moet zeggen, ik ben wel een beetje allergisch voor katten. Nee, dus ik kan niet te veel aaien, want als ik in mijn ogen ga ik heel veel jeuk krijgen. Maar het is wel echt super leuk dat hij meegaat. Hè? Alleen nu hopen dat mijn honden je lief vinden. Want... Oh! Hij beet me. Ik zweer. Dat vindt Shane alle. Voor mij beet hij me. Nou ja, Boots die mag toch mee. Beloofd. Oké, jongens. Doe het eraf. Hé! Hey. Nee, niet in mijn kamer. Gewoon twee. Ik kan even naar me kijken. Dan gaat het best. Ja, ik vind het een beetje vies. Maar ze zijn wel kaal. Vies hoor. Dit zijn gewoon die drie die er al deze zijn. Nou, wij gaan deze beesten wegbrengen. Shayna, slaap lekker. Quinn, slaap lekker. Quinn gaat die beesten uit het huis jagen en dan de computer. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik ben niet al op het kanaal. Zie ik jullie morgen. Doei.